pijnappelklier. Daar wordt eigenlijk door wetenschappers vrij weinig over gezegd. Het vergt echt een beetje breder denken om te zien hoe bijzonder die pijnappelklier is. Kan ik het zo zien dat die pijnappelklier je gateway is naar de bron? Want in onze westerse cultuur, daar wordt dat niet zo erg aangemoedigd om zulke vermogens te ontwikkelen. Pijnappelklier doet dat ook, naar mijn idee, via zijn kristalletjes. Waardoor ik dus een sterk vermoeden heb dat die kristalletjes een enorme wisselwerking hebben met het kwantumveld. Dus we gebruiken maar 2% van ons DNA. Ja. En we gebruiken, als het goed is, ook maar iets van 5% van onze hersens. Zijn wij zo, ik zeg even, diep gezonken, dat wij zo weinig van onze capaciteit benutten als mens? Of is dat juist iets waar we naartoe gaan? Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher, while I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature, while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Saskia Bosman, welkom bij mij in de studio. Dankjewel, Sanne, dat ik hier mag komen vandaag. Heel fijn dat je er bent. En jij ook, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Wijsdom. Saskia Bosman weet ongelooflijk veel over de pijnappelklier. Dus daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En waarom iedereen dat ook aangaat. Even voor de nieuwkomers. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even op mijn YouTube-kanaal. Maar ook voor de vaste kijkers. Ik zie dat heel veel mensen wel terugkomen en kijken, maar dat ze nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat even rechts onderaan dit schermpje. Zie je een knop met subscribe of abonneer. Doe dat even. Dat maakt voor mij echt een wezenlijk verschil. Saskia, nogmaals dank dat je helemaal vanuit Culemborg hier naartoe bent gekomen vandaag. Graag gedaan. Ik wil het graag met je hebben over de pijnappelklier. Wat hier, misschien wel daar, zo ergens zit. Ik kan het makkelijkst opzoeken. Door, hij zit precies midden tussen de bovenaanhechtingen van je oorschelpen aan je hoofd. In het midden. Veel mensen denken dat hij vlak achter het voorhoofd zit, maar dat is niet zo. Hij zit echt ongeveer in het midden van je hersenen. Precies halverwege tussen de bovenaanhechtingen van je oorschelpen aan je hoofd. Ah ja, kijk, zie je? Ik dacht alweer hier. Ja. Maar het is dus iets lager eigenlijk. Ja. Oké. Okay. En vertel eerst eens even hoe het voor jou ooit is begonnen, jouw interesse in dit kleine kliertje? Ja, dat is al begonnen in de tijd dat ik op de middelbare school zat. Ik was toen 16, 17 jaar. En ik was al enkele jaren ontzettend geïnteresseerd in hersenen en bewustzijn. Daar las ik ook alles over wat ik erover te pakken kon krijgen. En ik had van kind af aan ook al spirituele ervaringen. Dus eigenlijk ervaringen met het waarnemen van energieën die de meeste mensen niet kunnen, of in ieder geval niet kunnen is overdreven, maar niet waarnemen, ja, Laat ik het zo zeggen. En ik vroeg me altijd af van, hoe sluit dat nou aan op onze hersenen? Hoe sluiten wij als ziel, als geestelijk wezen, aan op onze hersenen en op ons lichaam? En toen kwam ik drie artikelen tegen. Twee in het tijdschrift Bres en twee in het tijdschrift Prana. Nee. Zo 1977, 78. Zo, gaan we lang terug. En die gingen over de pijnappelklier. En daar werd dus verteld hoe belangrijk dat orgaan is in spirituele ervaringen. Dat het eigenlijk ons innerlijk oog is, onze kosmische antenne. Bekend al in hele oude culturen. En er werd met name kennis vanuit oosterse culturen aangedragen in die artikelen.
En ik dacht, hey, dit is fascinerend. Mm-hmm. En sindsdien heeft die pijnappelklier me niet meer losgelaten. Mm-hmm. Dus ik ben daar van tijd tot tijd in de loop van de jaren informatie over blijven opzoeken. Ik ben mezelf ook steeds meer gaan verdiepen in meditatie, innerlijke reizen enzovoort. En hoe meer ik over die pijnappelklier te weten kwam, hoe makkelijker het werd om dat zelf te trainen. En toen ik net afgestudeerd was als bioloog, toen ben ik trainingen gaan ontwikkelen, ook vanuit mijn kennis over de hersenen. Hersentrainingen, die ik in mijn, ik had een wetenschappelijke baan destijds, in mijn vrije tijd gaf ik die trainingen, om mensen te leren om de verschillende delen van de hersenen meer te ontwikkelen en met elkaar te laten samenwerken, zoals de linker en de rechter hersenhelft. Daar had ik oefeningen voor ontwikkeld, gebaseerd op wetenschappelijke experimenten. Maar ik dacht, ja, dit moet niet in stoffige wetenschappelijke bibliotheken blijven staan. Dit moet eruit naar de mensen toe. Ja. Want ik zag gewoon dat die kennis heel bruikbaar was om onszelf verder te ontwikkelen. Dus ik ging hersentrainingen geven op volksuniversiteiten en dergelijke. Het begon met een holistische onderwijsorganisatie en daarna volksuniversiteit. Gewoon naast mijn werk. Toen ik eenmaal gepromoveerd was, eind 1993, toen ben ik zelfstandig gaan werken, want ik vond het zo leuk, het geven van die cursussen. Het gaf zoveel voldoening om te zien hoe mensen zich ontwikkelen, ook na zo'n cursus. Ja. En dan zie je ze een tijd later terug en dan blijkt dus dat ze dat kleine probleempjes opgelost zijn, dat ze zich zijn gaan ontwikkelen. Ik ben toen hersentrainingen gaan geven. Ik heb mijn eigen bedrijfje opgericht. Ik ben hersentrainingen gaan geven. En al na een jaar of zo, toen ontstond er een spin-off van die hersentrainingen. En dat was de pijnappelkliertraining. Dat begon met één dag. Jaren later werden dat 2 dagen. En sinds enkele jaren is het een 3-daagse training. Die ik zelf geef. Ja. Dus, en er zijn nog andere trainingen die ik met anderen samen geef. Dus ja, zo is dat een beetje ontstaan en heeft het zich ontwikkeld. Mooi. Fast forward naar 2024. Die trainingen geef je nu nog steeds. Ja. Even voor de mensen die niet zo goed weten wat een pijnappelklier is. Dat is een heel klein orgaantje midden in je hersenen. Het is een heel klein kerntje van zenuwcellen, hè? De grijze cellen waar we mee denken. Die worden ook al zenuwcellen of neuronen genoemd. En bolletje neuronen, het lijkt een klein beetje op een heel klein dennenappeltje, vandaar dat het pijnappelklier heet. En die zit met 2 pootjes, een linker en een rechter pootje, vast aan de hersenstam. En de hersenstam, dat is het stukje in het verlengde van je ruggenmerg, waar al die bloemkolen, je linker en je rechter hersenhelft en ook je kleine hersenen aan vastzitten. En waarom is het dan zo belangrijk? Wat doet het? Wat is de functie van een pijnappelklier? De pijnappelklier die heeft voor ons lichaam hele belangrijke functies. Hij regelt ons waakslaapritme met een 2-tal hormonen die beurtelings afgeeft aan onze aan onze bloedcirculatie en ons hersen-ruggenmergvochtcirculatie. En daar regelt hij onze neurobiologische klok mee in. Dat is een ander heel klein kerntje ter grootte van de pijnappelklier. Ook zo'n bolletje zenuwcellen. En die zit onderaan de voorkant van onze hersenen op de oogzenuwkruising. En die is gevoelig voor die 2 hormonen. En van de ene worden we wakker, van de andere gaan we slapen. En zo regelt die pijnappelklier ons waakslaapritme in. Nou, en dan heeft hij nog meer functies voor het lichaam. Ja, want je had het net al over dat jij spiritueel bepaalde dingen kon waarnemen. Misschien nu nog steeds, maar je had het toen over het verleden. En dat je een link maakte tussen de pijnappelklier en spiritualiteit.
Ja, inderdaad. Nu weet ik wel, voor de goede orde, dat bij spirituele ervaringen al meer hersendelen betrokken zijn dan alleen de pijnappelklier, met name integratiegebieden, waar al onze verschillende zintuigelijke indrukken geïntegreerd worden. En die zitten zo'n beetje boven op de achterste helft van het hoofd, de hersenen. En onze slaapkwabben, dat zijn een paar van die armpjes aan de zijkanten van de hersenen, zeg maar, zijn daar ook bij betrokken. En de pijnappelklier, daar wordt eigenlijk door wetenschappers vrij weinig over gezegd. Het vergt echt een beetje breder denken om te zien hoe bijzonder die pijnappelklier is. Wat maakt het dan zo bijzonder? Wat hem bijzonder maakt, dat is dat hij niet alleen twee hormonen uitzendt waarop we wakker zijn of slapen. Maar die pijnappelklier die produceert ook een drietal hormonen waardoor we in verruimde bewustzijnstaten komen. Slapen en waken zijn natuurlijk ook twee bewustzijnstoestanden. Maar er zijn nog drie hormonen die van het slaaphormoon gemaakt worden. En die maken het mogelijk voor ons om levendige dromen te hebben tijdens onze slaap. En ze maken het mogelijk voor ons om in diepe meditatie in een verruimd bewustzijn te komen. En als je zegt verruimd bewustzijn... Ja. Wat bedoel je dan precies? Want je hebt het ook over dat heel veel Oosterse culturen, maar ook andere culturen en tradities praten over die pijnappelklier. Wat is het dat het in al die tradities wordt benoemd? Ja, nou, het verruimd bewustzijn, dat betekent dus eigenlijk dat je wat losser komt te staan van je persoonlijkheid. Zoals je die op aarde hebt, je geïncarneerde persoonlijkheid. En je wordt een observator van jezelf, dat is het eerste. Je wordt je ook bewust van andere lagen van de werkelijkheid, van een veel grotere geestelijke realiteit achter de stoffelijke realiteit. Als je bijvoorbeeld bekend bent met het onderzoek aan bijna doodervaringen, bijvoorbeeld de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, die heeft dat prachtige boek Eindeloos Bewustzijn geschreven, op grond van een onderzoek aan bijna doodervaringen van honderden mensen. En bij echt een mooie bijna doodervaringen vertellen ze over een veel grotere geestelijke wereld, waar achter onze stoffelijke wereld, waar liefde is, echt onvoorwaardelijke universele liefde. Ja. Licht, er klinkt prachtige muziek, al prachtige lichtwezens en zo. En daar komen ze in zo'n toestand van gelukzaligheid en een totale eenheidservaring met alles. En ook een godservaring. Dus echt de bron van alles waar ze op dat moment contact mee hebben, die ze heel duidelijk voelen. Misschien wel zien. En dan beseffen ze ook van ja, die stoffelijke wereld is eigenlijk een heel dun schilletje. Een heel dun schilletje van die veel grotere kosmos. En dan komen ze terug uit die bijna doodervaring. En dan gaan ze zich ook wijden aan mens- en natuurvriendelijke activiteiten. Hmm. En wat heeft dan die pijnappelklier hiermee te maken? Nou, die bewustzijnsverruimende hormonen, die zorgen dat we in een verruimde bewustzijnstaat komen, waardoor we die in ieder geval op zijn minst glimpen kunnen ontvangen van die grotere wereld achter de stoffelijke wereld. En in allerlei oude religies in het Oosten onder andere, maar ook bij natuurvolkeren in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, noem maar op, werd dat dus... Die wilde dus gewoon in contact zijn met het hogere, in contact met de bron. En in termen van Rumi, contact met de geliefde. Ja. En de pijnappelklier die zorgt... Het is eigenlijk een radioknopje voor onze stoffelijke hersenen. Die ervoor zorgt dat die stoffelijke hersenen meegenomen worden in die verruimde bewustzijnstoestand. Ons lichaam blijft natuurlijk gewoon hier in de driedimensionale stoffelijke wereld. Maar geestelijk
komen we dus in die andere, in die diepere lagen van de werkelijkheid. En de pijnappelklier doet dat op nog meer manieren dan alleen die drie bewustzijnsverruimende hormonen. De pijnappelklier doet dat ook, naar mijn idee, via zijn kristalletjes. Want in de cellen van de pijnappelklier zitten hele kleine kristalletjes. Die eigenschappen vertonen. Ik ben daar eens een keer heel diep ingedoken. Waardoor ik dus een sterk vermoeden heb dat die kristalletjes een enorme wisselwerking hebben met het kwantumveld. Het kwantumveld, dat is niets anders dan de ruimte in ons en om ons heen. Gewoon tussen en binnen de atomen. Ja, atomen zijn hele holle structuren, er zit heel veel ruimte in. Ja, 99,9%? Ja, zoiets. Hè. Heel klein gedeelte van de ruimte wordt eigenlijk ingenomen door materie. Een fractie van een procent, laat het zo zeggen. Er zijn diverse onderzoekers, zoals Pim van Lommel, maar ook anderen, die vermoeden dat ons lichaam eigenlijk een ontvanger is van bewustzijn. En dat is echt een idee waar ik dol op ben. Ik ben een hele eigenwijze wetenschapper. Ik ga er niet van uit dat het bewustzijn een product is van biochemische processen in de hersenen. Maar dat wij dus eigenlijk geestelijke wezens zijn van een hele hoge geestelijke afkomst. Die tijdelijk in het leven een lichaam hebben. Om in deze stoffelijke driedimensionale wereld te kunnen zijn. En daarvan te leren. Het is eigenlijk een soort simulatiewereld, zou je haast kunnen zeggen. Bijna een computerspel eigenlijk, waarin wij allerlei lessen leren. En het lichaam is een ontvanger van bewustzijn. Ik zie de pijnappelklier als de hoofdontvanger en ook de hoofdzender. Maar eigenlijk doen al die DNA-spiraaltjes in al onze celletjes, die doen daaraan mee. Het zijn allemaal ontvangertjes. Dat zijn allemaal antennetjes, ontvangertjes. Ik vind het leuk hoe je het zegt. Van we zitten in een soort van simulatie, bijna een computerspel. Ik weet niet of je het ooit hebt gespeeld, het is meer mijn generatie, maar Mario Bros. Mm-hmm. En zo zijn er heel veel computerspelletjes waar je dus als speler, dan selecteer je een poppetje. Ja, een avatar. Een avatar. En die duikt dan inderdaad de wereld in. En dan bestuur je dat poppetje om dingetjes te doen, dingetjes te verzamelen. Grote enge bazen te verslaan. Maar dat is dus ook hoe jij deze werkelijkheid ziet. Ja, inderdaad. Eigenlijk begint deze werkelijkheid steeds meer zo te zien. Het lijkt wel alsof we inderdaad een avatar kiezen. Een incarnatie. En daarmee gaan spelen in die driedimensionale wereld. Om allereerst te ontdekken wat onze missie is, onze zielenmissie. Wat hebben wij hier te doen in deze 3D-wereld? En dat moet je in zo'n spelletje ook vaak ontdekken. En daarvoor is het hart weer heel belangrijk. De grote centrale factor in al mijn trainingen is niet zozeer de pijnappelklier, maar eigenlijk het hart, onvoorwaardelijke universele liefde. En via het hart kunnen wij contact hebben met onze innerlijke essentie, met onze ziel, zo je wil. Dus met dat geestelijke wezen dat we eigenlijk zijn. Dus het is ook heel belangrijk dat die pijnappelklier ook verbonden is met het hart. Dus met onvoorwaardelijke universele liefde. Het is niet een koud computertje of een koud zendertje, ontvangertje waar we mee werken. Maar het hart is daarin heel belangrijk. En als we even terugkijken naar dat voorbeeld van de computerspellen, dat je een avatar kiest en dan de wereld inspringt. Dus mens. Mens is nu dan even de avatar. Maar word je dan bestuurd? Of bestuur jij? Want in een computerspel word je bestuurd door de speler, degene die de console vasthoudt. Nee, je bent je eigen piloot. Je bestuurt jezelf. Dus het is niet zo dat een andere wezen jou of mij bestuurt. Je bestuurt jezelf. En jij bent zelf een heel groot, kosmisch, multidimensionaal wezen. En
En ja, dat lichaam en die persoonlijkheid op aarde, die mag je dus zelf besturen. Ja, en als je zegt multidimensionaal wezen, wat bedoel je dan? Een wezen dat in heel veel lagen van de werkelijkheid bestaat. En dan wordt het nu misschien wel een klein beetje technisch. Als je weer kijkt naar, even terug naar de kwantumfysica. Als je bijvoorbeeld de kwantumfysicus, de Engelse kwantumfysicus David Bohm, die beschrijft dat heel mooi. Dat je onze wereld kan vergelijken met een ijsberg. Mm-hmm. Het topje van de ijsberg, wat boven water uitsteekt, dat is maar een heel klein gedeelte van de ijsberg. Maar 10% in zijn theorie in feite veel minder. Dat is de stoffelijke wereld en dat hele grote gedeelte onder water. En dat is ook weer gelaagd. Dat is dus dat kwantumveld. Daar zitten heel veel lagen in, heel veel dimensies. Hij noemt dat impliciete orders. En die dat kun je zien als dimensies, tenminste. Ik vind het leuk om dat zo te zien. En uit de ene laag komt de volgende laag voor, van beneden naar boven in het model van die ijsberg. En het laatste wat dan ontstaat, dat is de expliciete orde, oftewel de stoffelijke wereld. Dus dat stukje ijsberg dat boven water uitsteekt. En iemand heeft in een interview wel eens gevraagd aan David Bohm van, wat is dan de onderste laag? Yes. En toen dacht hij heel diep na. En toen zei hij van, ja, dat is een creatieve bron. Ah, waar alles uit voortkomt. Ja, en betekent dat dan ook, of interpreteer ik hem dan te letterlijk, dat je op meerdere plekken tegelijk leeft? Precies, dus wij zitten in al die lagen van de ijsberg tot en met de bron van alles. Want die bron, dat is niet iets wat ver weg is van ons, die zit gewoon in ons. Ja, ja. En daarom zijn wij mensen dus kennelijk zo complex. Ja, precies. Ja. Even terug naar die pijnappelknie, want is dat ook, want je noemt eigenlijk alweer God, hè, en de bron van alles. En je zei eerder ook dat de pijnappelknie in heel veel tradities wordt benoemd. Is dat dan ook de reden? Ja, inderdaad. Laat ik het zo zeggen. Kan ik het zo zien dat die pijnappelklier je gateway is naar de bron? Ja, ze zagen de pijnappelklier inderdaad als zeg maar het oog van waarheid. Dat wordt in een van die oude tradities genoemd. Die dus in staat is, zeg maar, die het voor jou mogelijk maakt, laat ik het zo zeggen, om contact te hebben met de bron. Ja. Mooi. Ja, ik krijg nog wel eens de vraag hier over mijn logo. Want soms denken mensen dan dat het een vrijmetselaarslogo is. Noem maar op. Maar dat oog staat voor mij ook centraal en symboliseert de pijnappelklier. Mm-hmm. Dus het gaat om bewustzijn, want de pijnappelklier is voor mij inderdaad een kliertje waarmee je bewustzijn krijgt. En ja, waarmee je eigenlijk leert, voelt, weet wat mens zijn is. En in de podcast probeer ik inzichten te delen, perspectieven te delen, wijsheid te delen. Dus vandaar een oog. Dus nee, het is absoluut geen vrijmetselaarslogo. Dan heb ik die vraag ook meteen beantwoord. Nee, dat is ook niet in me opgekomen toen ik het zag. Dus, Nee, ik zie dat wel eens in de reactie staan. Ja. Ik zie ook wel eens in kerken een dennenappel. Mm-hmm. Of bij geestelijke leiders uit het christendom een dennenappel. Staat die ook symbool voor de pijnappelklier? Ja, zeker. En niet alleen voor de pijnappelklier, maar ook voor vruchtbaarheid. Oh. En dat symbool dat wordt al gebruikt sinds een stenen tijdperk. Want toen had je van die godinnenbeeldjes met allemaal golvend haar over hun hele hoofd, ook voor hun gezicht, waardoor ze dat hele hoofd op een dennenappel lijkt. Dus naar mijn idee is dat deels dus ook een pijnappelkliersymbooltje. Ja. En waarom die combinatie van pijnappelklier en vruchtbaarheid? Daar ben ik inmiddels ook achter gekomen. Want kinderen die hebben een iets grotere pijnappelklier dan volwassenen. Oh, serieus? En ze produceren ook meer van het slaaphormoon melatonine. En op een gegeven moment krimpt die pijnappelklier iets. En gaat de productie van het slaaphormoon wat omlaag en blijft dan constant op het volwassen niveau. Mm. En dat is het begin van de puberteit, dus de geslachtsrijping. Dus vandaar dat die dennenappel het symbool is van zowel
vruchtbaarheid als de pijnappelklier. Ja. En dat symbool is door alle tijden en culturen heen gebruikt over de hele wereld. En betekent dat dan ook dat kinderen die dus een grotere pijnappelklier hebben, dat die meer spiritueel begaafd zijn? Dat zou kunnen. Dat zou een deel van de verklaring kunnen zijn. Dat je bij kleine kinderen juist meer spirituele ervaring hebben. Of in ieder geval meer onzichtbare, zeg maar voor volwassenen onzichtbare dingen waarnemen. Ja. Ja. Wat niet wil zeggen dat volwassenen het nooit kunnen zien hoor. Want het is te trainen. Ja, ja, dat is inderdaad waar ik naartoe wilde. Want er zullen misschien mensen nu kijken of luisteren en denken van ja, ik heb daar helemaal niet mee te maken en dat is misschien helemaal niet voor mij weggelegd, want ik ben niet spiritueel. Is dat zo? Of is het gewoon zo simpel als je hebt een pijnappelklier en dus een kliertje waarmee je dat kan doen en dus kan je het als je het traint? Dat, iedereen kan het leren. Hè? Het kan zijn dat er blokkades in de weg zitten door negatieve ervaringen in de jeugd bijvoorbeeld. Dat eerst geheeld moet worden, dus innerlijke heling, dat eerst moet plaatsvinden. En dan is de weg vrijgemaakt om je ook innerlijk te ontwikkelen. En dus juist weer die vermogens te ontwikkelen die na de jeugd weggestopt zijn. Ja. Want in onze westerse cultuur, daar wordt dat niet zo erg aangemoedigd om zulke vermogens te ontwikkelen. De laatste tijd wel. Zijn er dus allerlei trainingen op dat gebied voor intuïtieve ontwikkeling. Maar ook met de pijnappelkliertrainingen die mijn collega's en ik geven. Daar werk je dus gericht aan je pijnappelklier. Die doet als het ware dat innerlijk oog open, langzamerhand. En dan dat helpt dus ook mee om spirituele ervaringen te krijgen, ja, om het even zo te noemen. Dat je de ongeziene wereld gaat waarnemen en dat je synchroniciteiten gaat meemaken, dat je bijzondere dromen gaat krijgen, enzovoort. Ja, waarom zou je dat moeten willen als mens? Ik denk dat dat is waar wij ons naartoe gaan ontwikkelen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij aan het begin staan van een enorme evolutiesprong als menselijke soort. En dan heb ik het niet over dat we gaan versmelten met onze elektronica, met chips ingebouwd in het hoofd, dat we in contact staan met het internet en artificial intelligence en zo. Alhoewel maar dat volgens mij wel een ontwikkeling is die ook gaande is. Ja, zeker. En ik zeg niet dat artificiële intelligentie verkeerd is hoor. Maar we kunnen het gewoon op een goede manier gebruiken. Mm-hmm. Maar het kan ook die kant op gaan dat we allemaal dat we biorobots worden. Ja. Gevoelige biorobots die eigenlijk alleen maar goed zijn om te werken. Mm-hmm. Maar dat lijkt me niet de bedoeling. Wat ik voor me zie als de ideale weg dat is dat we de evolutiesprong juist gaan maken vanuit ons innerlijk. Tot nog toe is onze evolutie onderhevig geweest aan de elementen. Maar nu zijn we zover in ons denken, in ons zelfbewustzijn, in het steeds meer kennen van onszelf, dat we deze sprong nu echt vanuit ons innerlijk kunnen gaan maken. En ik zie het internet ook alleen maar als een voorloper van telepathie. Dat we telepathisch met elkaar in contact komen te staan. Oh, leg dat eens uit. Dat vind ik wel interessant wat je nu zegt. Je ziet het internet als een voorloper op telepathie. Ja, inderdaad. Want nu hebben we dan contact via het internet, door te bellen, door te mailen, door te chatten enzovoort, door te zoomen. Dus allerlei manieren om met elkaar in contact te staan wereldwijd. Maar op een gegeven moment dan zullen we dit van binnenuit kunnen. Dus dat we telepathisch met elkaar in contact staan. Het wordt nu al steeds meer draadloos, dat internet. Maar telepathie is in feite ook een draadloos iets. Ik zie ook voor me dat die technologie
al die technologie die we hebben, dat het op een gegeven moment in een aantal stappen zal veranderen en losgelaten zal worden. Het begint met dat onze technologie mens- en milieuvriendelijk wordt. Vervolgens een technologie die we met ons bewustzijn kunnen besturen. En dan niet via een geïmplanteerde chip, maar echt vanuit ons innerlijk. Dat we dus apparaten kunnen maken die daar gevoelig voor zijn, dat opvangen en dat we ze zo kunnen besturen. Wat nu nog bekend staat als telekinese, van dat je objecten kan, zo'n glaasje bijvoorbeeld, door de ruimte kan laten bewegen zonder hem aan te raken. Maar nu moet ik hem oppakken, maar er zijn mensen die kunnen zo'n glaasje gewoon door de lucht laten zweven. Ja. Of over het blad laten schuiven. Maar goed. Dus bovennatuurlijke krachten. Ja, precies. Die gaan we dus ontwikkelen. En op een gegeven moment kunnen we gewoon vanuit ons innerlijk onze technologie besturen. En op een gegeven moment dan kunnen we onze technologie loslaten. Want dan kunnen we alles wat we nodig hebben, dan zullen we alles wat we nodig hebben van binnenuit manifesteren. Maar dan heb ik het dus over een toekomst waarin wij zelf ook in plaats van dit dichte stoffelijke lichaam steeds fijnstoffelijke lichamen zullen hebben. Dit heb ik niet vanuit de wetenschap hoor. Dit komt meer vanuit spirituele stromingen. Mm-hmm. Dus dat we steeds fijnstoffelijke lichaam zullen hebben. Waardoor dat ook steeds makkelijker wordt om die, wat we nu nog paranormale vermogens noemen, die eigenlijk heel normaal zijn, die zullen dan dus ook weer doodgewoon en normaal zijn. Ja, je zegt paranormale gaven zijn eigenlijk gewoon heel normaal. Toch zie ik, ik ken geen enkel mens die een glas door de ruimte kan laten bewegen. I wish I knew them, maar ik ken ze niet. Mm-hmm. Dus als het zo normaal is dat we dat kunnen als mens, waarom hebben we dat dan niet onder de knie? Waarom zie ik het niet zoveel om me heen? Het is nog vrij zeldzaam op dit moment. Maar er zijn natuurlijk wel gevallen beschreven en bestudeerd en ook gefilmd. De laatste tientallen jaren ontdekt men dat vooral sommige kinderen dat goed kunnen. Daar is bijvoorbeeld in China is er ook een heel onderzoek geweest en daar zijn ook films van waar je bijvoorbeeld een kind een vitaminepilletje uit een vitaminepilletje gewoon door de glazen wand heen uit een potje ziet halen. Zonder het aan te raken. Maar het pilletje gaat ook dwars door die wand heen, het potje uit. En ligt op een gegeven moment op tafel. Als dat dingen zijn die volgens jou zeg maar natuurlijk zijn. Hè? Dat zit in ons natuur, zeg je. Waarom hebben we dat dan niet onder de knie? Hoe kan dat? Ik denk dat het komt doordat we doordat we in een soort van beperking gegaan zijn. Er zijn spirituele stromingen die zeggen dat wij duizenden jaren geleden dit soort vermogens gemakkelijk gebruikten. Dat we dat kwijt zijn geraakt. Eigenlijk dat we steeds meer in die stoffelijke wereld gegaan zijn. En zo diep in die stoffelijke wereld en in een dichtstoffelijk lichaam, waardoor we als het ware afgescheiden zijn geraakt van die, nou ja, niet echt afgescheiden, maar schijnbaar afgescheiden, ook dat is weer een illusie, schijnbaar afgescheiden zijn geraakt van die vermogens die wij destijds hadden. Daar knoop ik nog weer allerlei andere dingen aan vast. Bijvoorbeeld dat we maar iets van in ons zeg maar, alle genen die wij gebruiken in ons DNA. Dus al die stukjes informatie in ons DNA die we gebruiken. Ons hele leven lang. Dat is maar 2% van het DNA. Ja. De rest van het DNA, dat wordt vaak junk DNA of afval DNA genoemd. Ja. Er zijn allerlei wetenschappelijke ideeën over wat dat zou kunnen zijn, van reserve DNA of gewoon troep van vroeger uit de evolutie. Er zijn allerlei ideeën over. Niet alleen die twee, maar nog meer ideeën. Eigenlijk weet men nog niet echt waar die andere 98% DNA voor dient.
En het lijkt ook wel alsof dat allemaal stukjes zijn van genen, maar die liggen door elkaar. Daar lijkt het soms ook op volgens sommige onderzoekers. Dus het zou kunnen zijn dat wij ooit 100% van ons DNA aan hadden staan. Dat het nu nog maar 2% is, gewoon genoeg om te overleven en ons stoffelijke leventje te kunnen leven dat we nu leven. Yeah. En dat met die evolutiesprong die we gaan maken, dat we ook meer van ons DNA gaan aanzetten. Dat vergt dus wel dat stukken DNA zich gaan verplaatsen, want ik zei het ligt door elkaar, en dat die weer op een logische volgorde komen. En dat kan ook. Dat wordt transpositie genoemd. Stukjes DNA, ook bij de mens, die zijn in staat om los te komen uit het DNA-draad en ergens anders in het DNA-draad te gaan zitten. En dan zou er zomaar een nieuw gen kunnen ontstaan. Er zijn allerlei levende wezens, daar zijn heel veel proeven gedaan met bacteriën die dat doen. Er zijn allerlei levende wezens die dat kunnen. En die dat ook doen om zich aan te passen aan veranderde omgevingsomstandigheden. Dus we gebruiken maar 2% van ons DNA. Ja. En we gebruiken, als het goed is, ook maar iets van 5% van onze hersens. Zijn wij zo, ik zeg even, diep gezonken, dat wij zo weinig van onze capaciteit benutten als mens? Of is dat juist iets waar we naartoe gaan? Of is het allebei? Ik wil niet van diep gezonken spreken. Hè. Het is nou eenmaal een stuk ontwikkeling waar we doorheen gegaan zijn. En die... Als we zoveel capaciteit hebben en we benutten het niet als mens, dat lijkt me diep triest. Dan benutten we niet het volledige potentieel die we eigenlijk wel bezitten als mensen. Nee, inderdaad, dan gebruiken we niet ons volledige potentieel. Maar we zijn ons daar niet bewust van geweest. Dat we niet ons... Kijk nou, 100 jaar geleden... Daar waren we ons daar toch niet bewust van. Maar nu inmiddels wel van verrek. We zijn eigenlijk veel meer dan dat we denken te zijn. Ja. En wij zijn hele grootse wezens. En inderdaad, we gebruiken maar gedeeltelijk onze hersencapaciteit. We gebruiken maar gedeeltelijk ons DNA. En ik denk dat de stoffelijke weerslag is eigenlijk van dat wij... Ja, dat we onszelf steeds meer en meer beperkt hebben en steeds meer afgescheiden hebben van die grotere kosmos achter onze stoffelijke wereld. Maar nu we ons daarvan bewust worden dat er meer is tussen hemel en aarde en ook dat wij veel meer capaciteiten hebben dan dat wij tot nog toe dachten te hebben, dat wij dus heel veel kunnen ontwikkelen van ons oorspronkelijke potentieel. Misschien heb je die film The Primordial Code van Marijn Poels wel gezien. Ik had een kaartje gekocht naar het event van Jorn Luca. Ah. Maar ik was zo moe die dag. Of gewoon lui. Ik lag op de bank voor pampen. Dus dacht ik, kijk hem thuis wel. Ja, je kunt hem altijd nog kijken. Want zelfs voordat event er was, toen werd die film al gratis op allerlei videoplatforms gezet. Ja. Dus je kan hem altijd nog kijken, maar daar heeft hij het ook over het oorspronkelijke potentieel wat we ooit hadden. Wat we langzamerhand op tilt gezet hebben, uitgezet hebben. En dat we, daar worden we ons nu bewust van. En dat is eigenlijk een soort roep, zeg maar, om het weer te gaan ontwikkelen. Om ons oneindige potentieel weer te gaan ontwikkelen. En eigenlijk kreeg men daar in de jaren 1970 al lucht van. Toen begon dus die human potential beweging op te komen. Dus allerlei mensen die daarover begonnen te schrijven, die cursussen begonnen te geven, die zich bewust waren geworden van, wij zijn gewoon enorm grootse wezens, wij kunnen heel veel. Maar dat moeten we weer laten ontwaken, al die oorspronkelijke vermogens. Dus sinds die tijd is dat dus al gaande. En denk je dat het zeg maar een natuurlijke evolutie is geweest, dat we die gaves en potentieel minder zijn gaan benutten? Of denk je dat het misschien dat daar iets achter zit? Dat het een hele bewuste beweging is geweest? Het kan een bewuste beweging geweest zijn.
ja, om bepaalde dingen te leren in de stoffelijke wereld. En daar gewoon veel wijzer en liefdevoller en met meer kennis en eerlijk gezegd ook met een meer ontwikkelde ratio en ook een meer ontwikkeld gevoel uit te komen. Er zijn ook heel veel auteurs die zeggen van nou, het is de kosmos die ingegrepen heeft. En er zijn zelfs mensen die zeggen er zijn aliens die ingegrepen hebben, dus buitenaardse wezens, de Anunnaki, waar hele verhalen over staan in de kleitabletten van de Sumeriërs. Ja. En dus daar zijn allerlei ideeën over. Wat denk jij zelf? Ik wil in het midden laten, hè, ik wil in het midden laten wat het nou werkelijk geweest is. Ah, ja. Maar er zijn dus allerlei ideeën over waar je kennis van kan nemen. De een nog interessanter dan de andere. En misschien is het wel een combinatie van allemaal, wie weet. Ja, ja, precies, dat kan inderdaad ook. Alles is multidimensionaal. Zo is dat. Ja, goed. Even terug naar die pijnappelklieren. Zijn er manieren of zijn er zaken of dingen die juist de ontwikkeling van je pijnappelklier of het gebruik van je pijnappelklier belemmeren? Mm-hmm. Ja, die zijn er zeker. Neem nou bijvoorbeeld straling. Onze hoogfrequente elektromagnetische straling uit onze moderne technologie. Dus slapen met je telefoon naast je hoofd kan je beter niet doen. Nee, en de wifi thuis aanlaten ook niet. Inderdaad, de wifi s'nachts aanlaten. Beter s'nachts de wifi uitzetten. Gewoon de straling zoveel mogelijk minimaliseren. Mm-hmm. Ook allerlei stralende apparaten. Rond je bed, op je nachtkastje, et cetera. Dat kan je beter uit hebben staan s'nachts. Zoveel mogelijk apparaten vervangen door apparaten op een batterijtje. En ook alle snoeren, alle stekkers die in het stopcontact zitten eruit halen vlak voordat je in bed stapt. En want dat is allemaal straling, echt van laagfrequent, de 50 hertz van ons lichtnet, tot en met de hoogfrequente straling uit onze huistelefoons, looptelefoons, zeg maar die draadloze huistelefoons en mobiele telefoons, de laders, de wifi-apparaten, et cetera. Oh god. De pijnappelklier die pikt dat op, want die kristalletjes die erin zitten, die zijn namelijk gevoelig voor elektromagnetische velden. Ja. Dus voor die, met andere woorden, voor de straling. Ja. En dan wordt de pijnappelklier geremd in de productie van zijn slaaphormoon. Dus dan ga je slecht van slapen. Ja. En als je slecht slaapt, dan ontstaan er dus weer allerlei gezondheidsproblemen. Duidelijk. Oké, dus straling is er één van. Zijn er nog andere dingen? Ja, zeker. Fluoride en aluminium. En er is helaas te weinig onderzoek gedaan naar de effecten van die stoffen op de pijnappelklier. Maar er zijn aanwijzingen, in het weinige onderzoek dat er gedaan is, zijn er aanwijzingen dat zowel fluoride als aluminium de verkalking van de pijnappelklier in de hand werken. Mm. En fluoride, dat vind je in heel veel tandpasta's. Maar er is ook in natuurwinkels is ook fluoridevrije tandpasta te verkrijgen. En aluminium, aluminiumfolie, aluminiumpannen, beter niet gebruiken. Dus pannen waar het aluminium aan de binnenkant bloot ligt. En aluminium zit ook in heel veel deodorants. Ja, er zitten aluminiumzouten in en die onderdrukken juist heel effectief het zweten. Maar er zijn in natuurwinkels ook deodorants te vinden op basis van bepaalde essentiële oliën die net zo effectief het zweten onderdrukken. Via je huid komt het aluminium dan toch binnen. En dat vindt op een gegeven moment zijn weg naar de pijnappelklier. Hè. Dat komt gewoon via je circulatie een keer de pijnappelklier tegen. Ja. En dat werkt dan verkalking van de pijnappelklier in de hand. Laten we dan kijken naar wat juist de werking van de pijnappelklier juist kan bevorderen. Wat de werking van de pijnappelklier kan bevorderen, dat is tryptofaanrijke voeding. Want alle hormonen die de pijnappelklier produceert, die hebben één grondstof en dat is het aminozuur
tryptofaan. Aminozuren zijn bouwstenen van onze eiwitten. Tryptofaan is er één van. En die krijgen we binnen via het voedsel. En er zijn al heel veel voedingsmiddelen die rijk zijn aan tryptofaan. En als je die tot je neemt, dan help je dus je pijnappelklier om zijn hele spectrum aan hormonen te produceren. En dus je hoeft dat niet als supplement te slikken of zo. Je kunt het gewoon uit de voeding halen. Het zit in heel veel voedingsmiddelen. In zaden, in noten, in peulvruchten, in dadels, in bananen. En ook in schaal- en schelpdieren uit de zee. En in gevogelte. Dus of je vegetariër bent of niet. Je kunt heel veel voedingsmiddelen vinden die rijk zijn aan tryptofaan. Oké, voeding. Dat is één. Wat nog meer? Nou, en verder gewoon lekker veel mediteren. Dus vooral rust nemen en dat drukke hoofd tot rust brengen. Gewoon lekker mediteren. En daarmee bedoel ik niet alleen maar op een kussen zitten en ogen dicht zoals we nu zitten. Ja. Maar ook daarmee bedoel ik ook gewoon heel aandachtig en ontspannen in de natuur zijn. Dus gewoon lekker in de natuur zijn, die lekker op je in laten werken. Dat het drukke hoofd helemaal tot rust komt. En verder kun je met bepaalde klanken, met je stem, kun je ook de pijnappelklier stimuleren. Oh. En de vele meditatieve pijnappelklier oefeningen vanuit de hele wereld, die ik in mijn workshops geef. Ja. En als we kijken, want je had het over de stem, welke tonen zijn dat dan bijvoorbeeld, die je dan moet maken om de pijnappelklier te trainen? Nou, er zijn bepaalde medeklinkers die je kan zingen. Dat zijn de N van Nico, de M van Maria en de NG, zoals aan het eind van het woordje zing. En die daar resoneert je hoofd heel sterk mee. Ja, ik zat het er in je hoofd, je hersenen. En dat komt echt aan bij je pijnappelklier. Ja. Vooral die NG. Die... Ja, dat is de eerste waar ik aan dacht. Dus je pikt intuïtief de sterkste meteen. Ja, want ik dacht dan ga ik hem daar inderdaad meer voelen trillen. Ik geloof heel erg in klanken. Ja. En de vibraties daarvan. Ja, okay, dat zou ook een meditatie kunnen zijn, hè? Dat je dat gewoon als meditatie doet, het maken van die klanken. Interessant. Oké, als mensen een workshop of een training of een lezing bij jou willen volgen, want die doe je ook wel eens, dan kunnen ze even kijken op een website. Die zal ik straks onderaan de beschrijving zetten. Ik mag ook een kortingscode geven, dus mocht je een training willen volgen bij Saskia, stuur me dan even een mailtje naar info@sennaortje.com en dan stuur ik jou de kortingscode toe waarmee je dan de training bij Saskia kan volgen. Wat zijn de effecten na zo'n training? Waarom zou ik zo'n training willen doen bij jou? Nou, het effect is allereerst dat je helemaal tot rust komt. En het is niet zo dat je na één training meteen al de meest bijzondere ervaringen krijgt en zo. Het kan gebeuren. Het is niet uitgesloten. Het gebeurt soms. Je krijgt oefeningen aangereikt in zo'n training. En de bedoeling is dat je met die oefeningen verder gaat. Ja. Je krijgt vaak een heleboel oefeningen aangereikt. Dan hoef je maar een paar uit te zoeken. Die je gewoon blijft doen. Een paar die je gewoon heel fijn vindt. En dan ga je gewoon lekker mee door. En die kun je gewoon dagelijks doen als je wil. Of toch in ieder geval 3 of 4 keer per week. En op de duur, dus zeg maar na weken of maanden. Dan ga je dingen merken. Ja. Ja, het is echt wel iets wat je moet beoefenen. Ja, net zoals dat je yoga leert. Want de bedoeling is dat je zelf gewoon lekker doorgaat met die yoga oefeningen. Zo is dat ook met die pijnappelklier oefeningen. Dat je daar zelf mee doorgaat. En de workshop is een start. Maar de bedoeling is dat je zelf ermee verder gaat. Ja, precies. En je had het helemaal aan het begin van deze podcast, had je het over je hersens trainen. En ik heb in een eerdere podcast van jou ook gezien dat je dus oefeningen hebt waarbij je linker en je rechter hersenhelft traint. Toen moest ik al meteen denken, er zijn niet veel mensen die denken van oké, ik ga naar een sportschool, maar ik ga ook mijn hersens trainen. Waarom is dat zo belangrijk, dat je die coherentie krijgt tussen twee hersenhelften? Ja, als je de coherentie krijgt tussen die twee hersenhelften, een beetje in de zin van dat ze met elkaar gaan samenwerken,
dan ontwikkel je dus ook de vermogens die met die hersenhelften verbonden zijn. En de linker hersenhelft is geen zwart-wit plaatje, moet ik erbij zeggen, maar de linker hersenhelft die speelt vooral een rol in ons vermogen om logisch en rationeel te denken. Lineair denken als dit dan dat. Maar ook vaardigheden zoals rekenen, taal. En de rechter hersenhelft die is meer beeldend. Die speelt een rol in onze creativiteit, in onze intuïtie. De gevoelsmatige functies, het overzien van gehelen. De rechter hersenhelft die neemt het geheel waar van de werkelijkheid. En de linker hersenhelft die haalt alles uiteen in stukjes en die bestudeert ieder stukje. Dat is analyseren. Kan ik het ook zien als... die twee hersenhelften met elkaar samenwerken, dan krijg je dat het resultaat meer is dan de som der delen. En in ons onderwijs daar worden vooral de functies van de linker hersenhelft benadrukt. En de functies van de rechter hersenhelft, daar wordt eigenlijk relatief weinig tijd aan besteed. Ja. En als die rechter hersenhelft meer ontwikkeld zou worden en ons ook geleerd zou worden om die twee hersenhelften met elkaar samen te werken, dan ook dan gaan zich allerlei bijzondere vermogens bij ons manifesteren. En kan ik het ook zien als mannelijke en vrouwelijke energie? Ja. Dat kun je inderdaad globaal zo zien, dat die linker hersenhelft eigenlijk de mannelijke kant is. De rechter hersenhelft de vrouwelijke kant. Het is natuurlijk ook een beetje een cultureel iets, hè, van vrouwen vaak toegestaan wordt om die meer creatieve en intuïtieve functies te ontwikkelen. En de mannen die moeten gewoon goed en logisch en rationeel en strak kunnen denken. Ja. En dan krijgen ze ook een goede baan later. En je ziet ook dat die linker hersenhelft banen, dat zijn over het algemeen ook de best betaalde banen. Ja. En de kunstenaars, de intuïtievelingen, de meeste kunstenaars, intuïtievelingen, mensen die gevoelsmatig werken, noem maar op, die zitten een beetje in het verdomhoekje van de maatschappij. Klopt. In de westerse maatschappij. In de westerse maatschappij, althans. Zeker. Nee, van de oosterse maatschappij wil ik niks zeggen. Want als je bijvoorbeeld kijkt op in sommige oosterse culturen, daar wordt creativiteit en intuïtie, die worden daar juist enorm gewaardeerd. Dat is ook die yin-yang, hè, in de wereld. De aarde heeft als het ware ook een linker en een rechter hersenhelft. Het westen is de linker hersenhelft, het oosten is de rechter hersenhelft. Ah ja, dus het westen zit ook meer in mannelijke energie en structuren. Ja. En het oosten zit meer in vrouwelijke energie, meer voelen en het grotere plaatje, het grotere geheel. Ja, in die zin, ja. Ja. Ik geloof wel dat we een balans mogen vinden in al die delen van onszelf. Oh, zeker. Ja. Iedereen, mannen en vrouwen en alle andere vormen, die hebben een mannelijke en een vrouwelijke kant in zich. Ja. De animus en de anima. Ja. Zoals bekend uit de Jungiaanse psychologie. En die kunnen we gewoon gelijk en gelijkwaardig ontwikkelen. Wat zou je zeggen dat daar de voordelen van zijn? De voordelen, dat is dat je je meer compleet gaat voelen. Dus je bent al zowel de vrouw als de man en je wordt weer een compleet mens. En dat geldt ook voor dat ontwikkelen van al die hersendelen en die meer met elkaar laten samenwerken. Je komt weer in contact met je heelheid. Ik zeg dus niet dat we niet heel zijn, hè, dat we gefragmenteerd zijn. En dat kunnen we zo ervaren, maar wij zijn oorspronkelijk gewoon hele wezens. Hè. Wij hebben oorspronkelijk een heelheid, dankjewel. En juist door al die delen in onszelf, in ons innerlijk en in ons lichaam, meer te ontwikkelen, met elkaar te laten samenwerken, dan gaan we die heelheid ook belichamen. Ja. En dat is een van de belangrijke dingen die we hier op aarde te doen hebben, denk ik. Onze heelheid belichamen. Ja. En de pijnappelklier is een gateway to it. Ja, die zie ik wel als een belangrijke gateway. Misschien kijken er nu mensen die denken van, ik heb al die jaren in mijn leven met fluoride tandpasta
mijn tanden gepoetst. Ja. Ik gebruik aluminiumfolie voor al mijn eten, wat ik de volgende dag als lunchpakketje mee wil nemen. En dus een heel, heel, ja, hoe zeg je dat, verkalkt pijnappelklier hebben. Is er dan nog een weg terug? Ja, zeker. De pijnappelklier is ook te ontkalken. En dat gebeurt met algemeen ontgiftende middelen voor het lichaam. Ja, dus als je die gaat gebruiken, dan kom je in een detox. Is het al heel belangrijk om genoeg water te drinken per dag. Voor volwassenen is dat 1,5 à 2 liter per dag. En het goedkope middel, dat is een scheutje citroen in je dagelijkse drinkwater. Gebruik dan wel een biologische citroen. Want de gangbare citroenen die worden heel zwaar bespoten. En het andere middel, het duurdere middel wat je kan gebruiken, dat is groene algen. Moet je wel erop letten dat op het potje staat dat de celwanden gebroken zijn. Want onze maagsappen die zijn niet sterk genoeg om die stugge celwanden van algencelletjes af te breken. En dat kan spirulina zijn, maar sommige mensen die worden hyperactief van spirulina. Maar wat veilig is om te gebruiken, dat is chlorella. Dat is ook een algje, een groene alg. Alleen moet je wel even goed bij jezelf nagaan of er geen medische problemen zijn waarom je beter geen groene algen kan gebruiken. Als je bijvoorbeeld schildklierproblemen hebt of een auto-immuunziekte, dan is het verstandig om eerst je behandelende arts te raadplegen. Er zijn nog meer van die contra-indicaties, maar goed, daar zijn wel lijsten van te vinden op het internet. Dus als je dingen onder de leden hebt, ga even na of het dan verstandig is groene algen te gebruiken bij schildklierproblemen bijvoorbeeld, of het nou een onderactieve of een overactieve schildklier is. Dan moet je zeker je behandelende arts eerst consulteren, want groene algen bevatten heel veel jodium. En dat is ook een stof die door de schildklier, die zit hier zo in het halsgebied, door de schildklier gebruikt wordt. En als je dan groene algen gaat nemen, dan kunnen er problemen ontstaan. Ja. En ik zou ook niet aanraden om iedere dag een schep groene algenpoeder in je eten te gooien. Want dat kan ook gezondheidsproblemen opleveren. Vanwege bepaalde stoffen die in die algen zitten. Die er gewoon van nature in zitten. En ik zou hooguit zeg maar een ontgiftingskuurtje doen van 2 à 3 weken. 1 of 2 keer per jaar met groene algen. Maar ze niet het hele jaar door op dagelijkse basis gebruiken. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar citroen in je water. Daar gaat mijn voorkeur naar uit. Hoe lang doe je dat dan? Oh, dat kan gewoon echt het hele jaar door. Oké. Dag in, dag uit. Super. Oké, dat zijn dus manieren om je pijnappelklier te ontkalken. Ja. Ik denk dat we dan een aardig beeld hebben van de pijnappelklier. Zeker. Toch? Ja. Goed. Wil jij nog iets toevoegen of heb je nog laatste woorden voor de kijker? Nou, ik zou de kijker willen aanmoedigen om kennis te nemen van informatie die overal beschikbaar is over de pijnappelklier. Dat kun je op mijn website vinden. Via mijn website kun je links naar artikelen vinden en ook artikelen die ik zelf geschreven heb. Maar op het internet vind je ook genoeg artikelen en filmpjes van andere mensen die zich met de pijnappelklier bezig gehouden hebben. En ik zou zeggen, duik daar lekker in. Ga je pijnappelklier ontwikkelen, ga je pijnappelklier trainen. Want dan kom je gewoon in contact met de vele lagen van jouw multidimensionale zelf en van de multidimensionale werkelijkheid. Mooi. Super. Je begint ook helemaal te stralen als je er zo over praat. Dankjewel Saskia dat je hier vandaag wilde aanschuiven bij mij. Heel graag gedaan. En dankjewel voor deze gelegenheid om over de pijnappelklier te komen praten. Met plezier. En jij natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending, wil ik zeggen, lekker officieel, naar deze podcast. Laat even weten in de comments wat je ervan vond. Vergeet hem niet om het door te sturen naar mensen waarvan je denkt, die moet dit echt eventjes zien. Vergeet ook niet om je te abonneren. En steunen mag natuurlijk altijd op sennoorsje.com/doneren. En mocht je die cursus of training dus bij Saskia willen doen, stuur me dan even een mail naar info@sennoorsje.com. Dan stuur ik jou een kortingscode toe en kan je lekker aan de slag met het ontwikkelen van die pijnappelklier. Wens je een mooie dag en tot gauw.